Meneer Rutte, goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Met het mooie weer vandaag. Het regent volgens mij buiten. Behoorlijk, de hele dag. Ik weet niet waar u vandaan daarom komt. Daarom verbaasd ik me al. U staat aan de leiding in de peilingen. Op 38 zetels in sommige peilingen. Dat is het hoogste wat de VVD ooit heeft gehaald bij een verkiezingsuitslag. Namelijk onder Frits Bolkestein. Dus u bent een blij mens, neem ik aan. Ja, die peilingen zijn motiverend. Dat betekent dat de boodschap bij heel veel mensen overkomt. Ja. Tegelijkertijd zeg ik ja, de verkiezingen zijn op 9 juni. Ja. En er is nog geen stem uitgebracht. Nee. Dus wij knokken door tot de 9e om onze visie van zoveel mogelijk zetels voorzien in de Kamer ook waar te maken. Ja, ik wou al zeggen, tot zover het goede nieuws. Want de kans dat u het torentje ooit daadwerkelijk bereikt is niet zo heel groot, hè? Opnieuw de vraag waarom. Omdat u hebt aangegeven dat u alleen premier wil worden van een stabiel meerderheidskabinet. En als je naar de peilingen kijkt, dan zit hij er gewoon bijna niet in. Ik heb het omgekeerde aangegeven. Ik ben de premierkandidaat voor de VVD. Ja. Ik heb gezegd voor alle collega's geldt, ja, ook voor die van CDA en Partij van de Arbeid, dat mocht het zo zijn dat het voor de stabiliteit van de coalitie en het landsbelang, ja, beter is dat de leiders in de Kamer blijven. In, ja, dat geval heeft de VVD ook andere mensen. Maar dat geldt ook, zou ik willen zeggen, voor de andere partijen. Ja, maar betekent dat nou dat u hoe dan ook een kabinet gaat leiden, ook als het geen meerderheid heeft in de Kamer? Ik zal het kabinet leiden ook als het geen meerderheid heeft in de Kamer. Ja. Ik blijf alleen in de Kamer als het kabinet voor zijn stabiliteit het noodzakelijk is dat de leiders van de coalitie allen in de Kamer zitten om elkaar ook te houden aan de gemaakte afspraken. Zou een kabinet met VVD, CDA en PVV zo'n kabinet zijn dat stabiliteit in de Kamer nodig heeft? Dat hangt helemaal af van de uitslag van de verkiezingen en van de formatie. Nou ja, en van de partijen die meedoen, lijkt me. Zeker, maar het belangrijkste is natuurlijk hoe ziet de zaak eruit, hè, na de verkiezingen? Wat, ja, is de uitslag? Wat zijn, ja, de zetelverdelingen? Ja. Hoeveel zetels krijgen alle partijen? En hoe gaat dan vervolgens die formatie? Ja. En als partijen, welke partijen dan ook onderhandelen, ja, en snel een akkoord sluiten en er is goed vertrouwen tussen die partijen, heb je een hele andere situatie dan als je het gevoel krijgt van jongens, pas op, we moeten elkaar echt aan die afspraken houden. Laten wij als leiders in de Kamer blijven. Dat zou kunnen. Die maar kans is klein. Dus ook als er een minderheidskabinet moet komen, dan zegt u, dan leid ik nog dat kabinet als ik er vertrouwen in heb. Zo is het. Hebt u nog steeds zo'n geweldig goede klik met Job Cohen? Ja, ik heb eigenlijk een goede klik met alle collega's. En ik denk dat dat ook van belang is. En dat merk ik ook vanuit de collega's met elkaar. Ja. Persoonlijk zijn de verhoudingen in de politiek goed. Ja. Maar inhoudelijk zijn er natuurlijk grote verschillen van, ja, mening. En met Job Cohen zeker natuurlijk. Ja, maar hebt u een klik met Job Cohen? Was mijn vraag. Ja, met hem ook. En met, ja, Malken. Ik vraag het omdat hij in de Telegraaf zei gisteren dat hij een klik met u heeft. En wel eens nadenkt over Paars 3. In Buitenhof vanmiddag, ja, zei hij, nou ja, het is een van de nuanceerde die dat een beetje. Maar, ja, is dat iets wat in uw hoofd speelt, Paars 3? Nee. Uitgesloten? Nee. Maar het speelt niet? Nee, het speelt niet. Kijk, als je wat de verschillen bekijkt, met dit antwoord? Nou, als je kijkt naar de verschillen, hè, tussen mijn partij en de Partij van de Arbeid, dan, ja, moet je gewoon vaststellen dat die enorm zijn. Ja. En dan is het niet voor de hand liggend dat je een coalitie vormt. Maar ik sluit niemand uit, ik sluit hem niet uit, ik sluit de PVV niet uit, de SP niet. Wat is wel voor de hand liggend? Ja, een kabinet wat de problemen in Nederland gaat aanpakken. Ja, welke is dat? En de samenstelling qua partijen zal erg van de verkiezingen afhangen. Ja. Kijk, als ik kijk naar de PVV bijvoorbeeld, ja, die hebben een erg linkse economische agenda. Zo mogen nog linkser dan de Partij van de Arbeid. AOW-leeftijd moet 65 blijven, bijvoorbeeld. En dat betekent dus dat een stem op de PVV ook een stem voor de prullenmand is. Want, ja, alle andere partijen, behalve de SP, zeggen, ja, die leeftijd moet wel omhoog. D66 heeft een nieuw breekpunt geformuleerd bij monden van haar lijsttrekker. D66-leider Pechtold. Die, ja, heeft gezegd, hypotheekrenteaftrek, hervorming van de woningmarkt is wat ons betreft een breekpunt. Ja. U hebt uw woord gegeven dat u daar niet aan zult morrelen. Zo is het. Dus dat kan al niet meer. Dat wordt lastig. En daarom, nou ja, ben ik ook tegen die breekpunten. Want, ja, in feite maak je een normale... U hebt neergegeven. Ja, zeker. Dus maar je maakt dus een normale onderhandeling ook, ja, wel mogelijk. En je ziet dus als de ene een breekpunt noemt, dat de ander in een soort wapenwetloop ook met breekpunten, ja, komt. Maar dat kan dus al niet meer dan. Onder normale omstandigheden kan dat... Ja, waarom doen mensen dan die beloftes? Ja, in mijn standpunt is het toch een ander. Ik zou zeggen, eerst heb je op 9 juni verkiezingen. Ja. De kiezer gaat dan bepalen hoe groot partijen worden. Ja. Ik ga er nu voor knokken dat de VVD zo groot mogelijk wordt. En, ja, ik kan één ding de kiezer beloven. Ja. Ik zal mijn huid duur verkopen. En als, ja, er een kabinet te vormen is waarin wij de economie kunnen hervormen en Nederland sterker uit de crisis, ja, laten komen... U hebt uw woord gegeven, meneer Rutte. Dan doe ik mee. U hebt uw woord gegeven. Zeker. Dus zeker, dat gaat dus niet gebeuren dan. Dus en als Pechtold zegt het is voor ons een breekpunt, dan kan dat dan niet samen. Door anders kan ik het toch echt niet zien. Nou, we gaan eerst maar eens even 9 juni afwachten en kijken hoe dat allemaal loopt. U, ja, weet precies hoe ik erin zit. De VVD gaat niet morrelen aan de hypotheekrente aftrekken. Ja. Daar zal ik voor zorgen. Ja. Maar het hele gedoe van coalities vormen, et cetera, we zien het wel na de verkiezingen. Een kabinet samen met de Partij van de Arbeid zit u niet zitten, zei u net. Althans, ja, het is heel ver weg. Kijk, ja, de Partij van de Arbeid is de Partij van de Arbeid uit de jaren 70. Ja. Hè? Dus links op de economie, maar ook links op immigratie, integratie. Ja. Dat zijn toch de twee grote thema's van dit moment. En daarop zei Job Cohen vandaag in Buitenhof, die zei, dat begrijp ik eigenlijk niet, dat hij wel voor de PVV kiest en niet voor ons. Hij schurkt aan, schuurt aan tegen de rechtsstaat.
Ja, nou, twee opmerkingen. In de eerste plaats, ik kies voor niemand. Ik kies nu voor de VVD. Ja. Ik kies niet voor Job Cohen. Ik kies niet voor Geert Wilders. Ik kies voor de VVD. En na 9 juni ga ik alleen regeren als er iets te regeren valt. En ten tweede zou ik tegen Job Cohen willen zeggen, als je nou zo graag de boel bij elkaar wil houden, stop dan met etiketten plakken op je politieke tegenstanders. Bijvoorbeeld op de PVV. Ja, maar dat doet u toch net zo? Voor mij is de PVV een normale partij. Ja. We hebben er grote verschilpunten mee, zoals ik die ook met Job Cohen heb en met andere partijen heb. Ja. Maar het is volgens mij niet verstandig als wij als politieke voorlieden elkaar op die manier de maat gaan nemen. Want dan plaats je ook zo'n partij buiten de discussie. Dan, je moet op inhoud elkaar bediscussiëren. Ja. En op inhoud het debat zoeken en niet elkaar van stickertjes voorzien. Goed, maar desalniettemin heeft u gezegd, nou Paars 3, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. En u zei wel in de publiciteit, een kabinet met de PVV zou kunnen. Ja, ik sluit dat niet uit. Maar als ik kijk naar de PVV, kijkt u dan zelf. U heeft al die berekeningen hier liggen, ja, het Centraal Planbureau. Ja. Dan zie je dus dat de PVV op alle belangrijke onderzoeken die het Centraal Planbureau gedaan heeft, er even slecht uitkomt als de Socialistische Partij. Dus op de economie zijn ze zo mogelijk nog linkser. Maar dan kunt dan u toch bijna met niemand meer gaan regeren? We zien het na 9 juni, meneer Konkelman. Okay. Ik ga het alleen doen als ik ook echt zeker weet dat dit land krachtiger uit dat volgende kabinet komt. En dat we dus die moeilijke maatregelen nemen en een eerlijk verhaal aan Nederland dat vertellen. Dat niet kan zonder kunnen. Dat iedereen pijn heeft. Dat moet samen met een ander, want u krijgt nooit 75 zetels. Maar dat, Nederland kiest geen coalities. Nederland, zo werkt ons stelsel. Ik heb dat niet bedacht. In dat stelsel functioneer ik. In Nederland stemmen wij op partijen. Ja. En ik ga er nu eerst alles aan doen om ervoor te zorgen dat Nederland, en dat hoop ik van harte dat dat lukt, ons de kans geeft. Dat ga ik respectvol aan de kiezer vragen om na 9 juni orde op zaken te stellen. Spreekt u Gerrit Zalm nog wel eens, de man die u naar Den Haag haalde ooit? Jazeker, van de week nog. Ja? Zei hij ook tegen u, die 30 miljard die wij van de overheid hebben gekregen om de ABN overeind te houden, dat wordt heel moeilijk om dat ooit terug te betalen. Nee, daar heeft hij het niet over gehad. Dat heeft hij later wel gezegd. Ja, ik las het in de krant, maar daar hebben wij het samen niet. We hebben toen gesproken meer over, ja, hoe gaat het met ons allebei? En stel dat de VVD zou mogen meeregeren, hoe pakte jij nou toen zo'n formatie aan? Ja, hebt u hem ook gevraagd, wil je weer minister van Financiën worden? Nee, heb ik niet gevraagd. Gaat hij dat worden, als het er nu ligt? Ja, kijk, man is nu net baas van de ABN AMRO. Ik ga nu niet ministersposten verdelen, terwijl ik eerst nog moet zien of hij überhaupt mogen meedoen. Ja. Maar hij is nu baas van de ABN AMRO. Dus dat, ja, ik neem aan dat hij zelf nu eerst die klus wil afmaken. Dus, maar ik ga hier niet ministersposten. Dat is een politieke antwoord, ligt niet voor de hand. Ik ga geen ministersposten zitten verdelen, meneer Kokkelman. Ik vind het echt niet mijn positie. Oh, nee. De VVD is nu bezig om aan de kiezer te vragen ons vertrouwen te geven om orde op zaken te stellen. Ja. Daar past niet bij dat ik nu al, voordat de kiezer gesproken heeft, allerlei ministersposten ga verdelen. Uw grote voorbeeld in Engeland, David Cameron, doet dat wel. Er staat een heel schaduwkabinet klaar in de verkiezingen. Weet precies wie de minister van Financiën, wie de minister van Buitenlandse Zaken, wie. Zeker. Maar dat is een heel ander systeem waarbij de ook een ministers coalitie nu. Voor het eerst, maar in Engeland is het zo dat de ministers allemaal uit het parlement komen. Het is een monistisch stelsel, dus de ministers en staatssecretarissen zijn allemaal lid van het parlement. Ja. Het is een totaal ander stelsel dan wij in Nederland hebben. Goed. Even terug naar het punt van Zalm. 30 miljard wordt moeilijk om terug te betalen. Daarmee zegt hij eigenlijk, je kunt er naar fluiten. Is dat voor u denkbaar? Ja, het zou natuurlijk heel erg zijn. Hè? Is het denkbaar? En, nou ja, denkbaar is alles, maar het zou natuurlijk geen goede zaak zijn. En ik zou u zei destijds tijdens het debat, oké, Wouter Bos, de minister die die staatssteun gaf, prima, kan niet anders, maar het geld moet wel terugkomen. Zeker, dat zei Wouter Bos ook. Ja. Maar en als het nou niet gebeurt, notabene onder Gerrit Zalm, wat zegt u dan? Nou, dat zou ik heel zeer betreuren. En ik ken Gerrit Zalm goed. Ik denk dat, dat hij zeer goed in staat is om om de target die hij gekregen heeft, om die 30 miljard weer terug te geven aan de staat om die te halen. En laten we niet te vroeg al praten over dat het niet zou lukken. Bent u asociaal? Nee. Nee? Waarom haalt u dan geld bij de armeren, die u nog armer maakt, en maakt u de rijken rijker? Ja, wat wij doen is tegen mensen in de uitkering zeggen, wij willen er alles aan doen dat je aan de slag komt. Wij zorgen er ook voor dat er 500.000 banen bij komen. Dat is de beste inkomensvooruitgang voor iemand in een uitkering. Ja, 400.000 banen in 2040. Hè? Nee, over tijd tot 2040 400.000 banen. Ja. Maar dat is niet op 1 januari 2040. Nee, dat maar ontstaat over, wel vanaf over die het begin. Periode, over 30 jaar. Ja, maar daarmee scoren wij het beste van alle politieke partijen waar het gaat om nieuwe werkgelegenheid. En het tweede wat ik zeg, als je in Nederland in de problemen zit, als je chronisch ziek of gehandicapt bent, als je langdurig in een uitkering zit, dan gaan we er alles aan doen om voor jou de situatie zo goed mogelijk te houden. Ja, maar u kort wel op de bijstand. Ja, wat wij doen is de bijstand, en dat geldt voor alle uitkeringen, laten meegroeien met de prijsontwikkeling in de winkels. En dus gaan mensen met een bijstandsuitkering erop achteruit. Die gaan minder snel groeien dan de mensen die een loon krijgen in het bedrijfsleven of bij de overheid. Daar komt een groot. En de noodzaak daarvoor is simpel. Ik wil ook het verschil tussen de uitkering en het werken groter maken. Ja, zodat tegelijkertijd verhoog ik de arbeidskorting, zodat als je gaat werken, je nog eens een keer een extra bedrag erbij krijgt. Meer dan bijvoorbeeld nu de schoonmakers hebben gekregen in die CAO. Ja. Bij ons hadden ze dat geld er ruim bij gekregen door die extra arbeidskorting. Ik wil namelijk dat wij een samenleving hebben waarin zoveel mogelijk mensen aan de slag zijn en niet langs de kant staan. Enig idee hoeveel mensen uit de bijstand aan het werk komen?
Ja, ik denk dat dat om heel veel kan gaan. Daar zitten er nu zo'n 2.500 tot 300.000 in, afhankelijk van hoe je het telt. Is. Ja, daarvan zou je, als wij erin slagen om bijna 500.000, want daar praat je over baan te creëren, zou je in staat moeten zijn om, laten we zeggen, de helft van dat bestand, en ik denk dat dat kan. Ik heb als staatssecretaris die bijstand uitgevoerd. Toen werd er gezegd, 70% komt nooit meer aan de slag. Ja. Ik ben daar toen ingedoken. Ja. Het zogenaamde vreselijk jargon, granieten bestand, wordt dat genoemd door de sociale dienst. Ik haat die termen. Ja. Ik kwam vrouwen tegen die zeiden, ik ben een fase 4 vrouw. Toen zei ik heet Mark Rutte, wat een rare naam heeft u. Maar die waren dus ook die indicatie geworden. Ja. Dus dat gebeurt. Je hospitaliseert als gevolg van die aanpak vanuit die sociale diensten in die uitkering. Dat wil ik niet. En ik heb gezien dat bij sociale diensten die dat succesvol aanpakken, dat zij erin slagen om een kwart tot de helft van dat bestand toch weer naar de arbeidsmarkt te brengen. We hebben het uitgebreid uitgezocht. De cijfers zijn heel lastig te vinden overigens. Het meest actuele cijfer is uit 2003. Wel enigszins vergelijkbaar met nu, want ook toen zat de economie een beetje in het dip. Minder erg dan nu, maar toen was het 15%. Slechts 15% komt aan een baan. Dus als zelfs het Centraal Planbureau maar dat was voor de wet werk en bijstand die ik zelf gemaakt heb. Er is een totaal nieuwe situatie in de bijstand. Want de gemeenten voeren hem nu uit en niet meer het Rijk. Ja. Veel meer mensen komen nu aan de slag. Ik wijs erop dat toen de VVD in de coalitie zat, dus tot 2006, dat er 250.000 mensen in Nederland van een uitkering aan het werk is gegaan. Een kwart miljoen. Ja. We hadden 1,75 miljoen mensen in een uitkering zitten. Dat is toen teruggelopen naar 1,5 miljoen. Maar toen stond de economie er wel beter voor dan nu, meneer Rutte. Toen was de economie ook in een dip. Maar niet zo erg als nu. Dat is waar, maar de werkloosheid liep toen veel sneller op dan nu. Ja. Dat komt ook omdat de arbeidsmarkt nu anders in elkaar zit. Ja. En we ook minder jongeren hebben die naar de arbeidsmarkt komen. Ja. Dus die arbeidsmarkt had het toen misschien nog wel zwaarder dan nu. Ja. We zijn er toen in geslaagd om 250.000 mensen, en daar ben ik nog steeds heel erg trots op, van de uitkering naar het werk te helpen. Ja, maar goed, dat is nog altijd heel veel mensen niet. Maar dit is pas echt sociaal, hè? Dus dat je mensen weer het perspectief op die uitkering geeft. En verder zorg ik ervoor dat die uitkering, als je erin blijft zitten, dat die fatsoenlijk meegroeit met de inflatie, uiteraard. Ja. En doe ik er alles aan om mensen die echt niet meer aan de slag kunnen komen. We trekken 500 miljoen uit voor chronisch zieken en gehandicapten en bijzondere bijstand voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen komen. Alle berekeningen, ook die van het Centraal Planbureau, die zeggen toch dat u de rekening bij de armen neerlegt. We leggen niet de rekening bij de armen neer. We proberen alleen het zo te organiseren dat mensen die in een uitkering zitten, dat die weer aan de slag komen. Ja. Omdat ik dat pas sociaal vind. En, wat ik nou zou willen zeggen tegen de Partij van de Arbeid, die zegt, ja, maar dat is toch niet goed. Die uitkeringen moeten toch blijven meegroeien met de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. Dat betekent dus dat een bijstandsmoeder ook in de toekomst erop achteruit gaat als ze gaat werken. Ik wil dat die bijstandsmoeder erop vooruit gaat als ze gaat werken. Dat doe ik door die uitkering fatsoenlijk te laten oplopen, maar minder snel. Ja. En aan de andere kant, met die arbeidskortingen ervoor te zorgen dat het gaan werken, meteen meer geld overlaat in de portemonnee. Het Centraal Planbureau schrijft, de beperking van de zorgtoeslag is een van de bezuinigingen. Heeft ook alles te maken met mensen die het minder hebben door bevriezing, beperking van de doelgroep, invoering van vermogenstoeslag enzovoort. Treft vooral de lagere en middeninkomens. De koppeling van uitkering aan de inflatie en de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting en het sociaal minimum voor de bijstand treffen vooral de lagere inkomens. Met andere woorden, nee, maar nou even deze twee dingen uit elkaar halen. Ja? Eerst dat punt van die zorgtoeslag. Dat raakt dus niet de mensen met een uitkering. Die houden hun volledige zorgtoeslag. Nee, maar wel de dat lagere inkomens. Dat raakt de mensen met bijvoorbeeld een modaal inkomen, omdat wij niet willen dat waar nu al 5 miljoen Nederlanders een zorgtoeslag krijgen, dat loopt dadelijk als we niks veranderen op naar 8 miljoen. Dat is onbetaalbaar. Maar meneer Rutte, ik wil het even afmaken. Ja? Dus dat is voor de mensen die echt een uitkering hebben. Die houden gewoon hun zorgtoeslag. Maar en wat wij verder doen, is het belastingssysteem wat we hebben in Nederland. Ja. Waarbij we zeggen, die aanrechtssubsidie halen we eruit. Ja. Ja. Dat doen wij ook in de uitkeringen. Ja. Maar goed, desalniettemin concludeert het Centraal Planbureau. Ik citeer gewoon dat de effecten van uw maatregelen terechtkomen bij de lagere inkomens. Waarbij we dus een onderscheid maken tussen mensen die echt niet meer aan de slag kunnen. Daar trekken we 500 miljoen extra voor uit. Ja. En voor de overige zeggen wij, door 500.000 banen te creëren, je houdt een fatsoenlijke uitkering, die groeit gewoon mee met de inflatie. En als je aan de slag gaat, moet je eens kijken wat een bijstandsmoeder, wat er gebeurt bij een gezin thuis. Ik heb het ook meegemaakt toen ik in mijn eigen omgeving, maar ook als staatssecretaris, wat er gebeurt met een gezin wat uit de toch moeilijke situatie van een bijstandsuitkering aan de slag gaat. Ja. Wat dat doet, dat er weer geld is voor het cadeautjes voor de kinderen, dat er geld is voor de voetbalclub. Allemaal waar. De enorme verbetering die dat allemaal met zich meebrengt. Toch, en dat wil toch ik. Want ik vind het sociaal dat mensen aan het werk gaan en niet in die uitkering blijven zitten. Ik snap uw argument daarachter, maar de conclusie van het Centraal Planbureau is toch dat de rekening bij de lagere en de middeninkomens terechtkomt. Dat is dus onjuist. Ik leg niet een rekening daar neer. Wat ik bewust doe, dat is niet omdat ik ergens een rekening wil neerleggen, maar wat ik bewust doe, is zeggen tegen die 500.000 mensen met een uitkering die nog wel kunnen werken, je houdt een fatsoenlijke uitkering, maar voor ons is het perspectief dadelijk niet dat die uitkering heel snel blijft stijgen. Ja. Voor mij is het perspectief dat je aan de slag komt. Ja. Dat je weer op je eigen benen staat, dat je weer volledig in die samenleving kan meedoen. Dat moet wel kunnen. Als het niet kan, omdat je chronisch ziek of gehandicapt bent, of langdurig, dan word je daarvoor gecompenseerd. Dan word je gecompenseerd. Zeker. Dat is gewoon sociaal beleid voor mij. Sociaal is niet een steeds hogere uitkering. Sociaal is aan de slag als het kan. Maar de warmte van een
loopbaan boven de kilte van een uitkering. Maar toen u lijsttrekker werd van de leider werd van de VVD, 4 jaar geleden, zeker, hoor ik u nog zeggen op een podium, ook de bijstandsmoeder juist de is welkom. En ik ook op, nou, juist de bijstandsmoeder. Maar waarom is die welkom bij de VVD? Zal ik uitleggen? Omdat die bijstandsmoeder bij mij, ik er alles aan ga doen, niet om haar op te sluiten in die uitkering door die zo hoog te maken dat ze uiteindelijk het niet meer kan betalen, een baan. Mm-hmm. Nee, door te zorgen dat ze een fatsoenlijke uitkering heeft. Door tegelijkertijd, door te investeren in het onderwijs, in infrastructuur. Ja. Door alle maatregelen die wij nemen in de belastingverlaging ervoor te zorgen dat de economie weer wordt aangezwengeld. Ja. Daarom creëren wij meer banen dan wie ook. Ja. Waardoor die bijstandsmoeder bij ons het beste perspectief heeft op een baan. Ja. En dat vind ik veel socialer dan haar maar blijvend in die molten deken van die collectieve liefde in die uitkering opstaan. U doet het allemaal om de economie aan te jagen. Feit en is wel het perspectief van deze mensen te verbeteren. Want ik sta voor die bijstandsmoeder. Ja, ik hou dus volledig overeind. Maar goed, u confronteert me met die uitspraak. Nee, zeker. Juist zij. Maar als zij zegt, ik zit lekker in die uitkering, laat mij hier maar zitten, dan moet ze geen VVD stemmen. Maar als ze zegt, ik wil weer aan de slag, dan ben ik er voor haar. Oké, prima. Maar de achtergrond van deze maatregel is toch het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Zeker nu de Nederlandse Bank weer heeft geroepen dat er misschien wel een dubbel dip aankomt, waar iedereen zo bang voor is. Ook bericht van dit weekend. Tegelijkertijd daalt de koopkracht bij u. Slecht voor de economie. En nou zegt de Nederland-econoom bij de Rabobank, toch geen kleine bank zou je zeggen, hè? AAA volgens mij nog steeds. Die zegt, de kiezer die dit wil, is dat de kiezer dit allemaal wil, is verbazingwekkend. Hans Stegeman heet die. Mm-hmm. Door zo hard te snijden in de sociale zekerheid gaat het VVD-programma tot 2015 ten koste van de groei en gaat de werkgelegenheid waarschijnlijk omhoog. Nee, gaat niet gebeuren. De werkgelegenheid omlaag bedoelt hij toch? Omhoog. Op korte termijn. Omhoog? Ja, en dat heeft het Centraal Planbureau nog niet kunnen doorrekenen. Ja, maar dat is ook mijn betoog. Ja. Is dat te goed? Uw betoog is dat de werkgelegenheid de werkloosheid gaat omhoog. Sorry, de werkloosheid gaat niet omhoog. Ja. Ik zal u uitleggen hoe het zit. Als je alleen zou bezuinigen, dan klopt zijn verhaal. Ja. Als je zou doen wat de VVD doet aan de bezuinigingskant en je zou verder niets doen, dan breng je wel de staatsschuld op orde, maar dan creëer je geen nieuwe banen. Wat de VVD doet is niet alleen bezuinigen zodat wij dat monster van die staatsschuld, wat waarde wegvreet in de rijksbegroting, dat brengen we onder controle. Ja. Maar wij doen nog een paar andere dingen. Ja. We steken meer geld dan bijna elke andere partij, ik geloof alleen D66 evenveel doet als wij, in het onderwijs. Ja. Nou, wij steken heel veel extra geld. 2,5 miljard. Waarvan de maar even dit afmaken. We steken heel veel geld in wegen en spoor. We steken heel veel geld in veiligheid. Ja. En wij verlagen de belastingen, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting voor alle schijven met 1%. Een procentpunt. Ja. Maar ook de vennootschapsbelasting, ook de erfenisbelasting schaffen wij af, de overdrachtsbelasting. Ja. Dat is 7 miljard lastenverlichting. Ja. In combinatie bereiken wij 2 dingen. Dat die staatsschuld onder controle komt en tegelijkertijd die economie gaat lopen. Maar en dat geeft op korte termijn ook positieve werkgelegenheidseffecten. Ja, maar er zijn economen zoals deze Stegeman en trouwens ook Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Openbare Financiën aan de Erasmus Universiteit, die zeggen, ja, dat is allemaal op de langere termijn komen die plaatjes wel goed. Namelijk in 2040. Weet u trouwens waar u op vakantie gaat in 2040? Ongetwijfeld weer naar Putten. Oh ja, Putten. Ja, daar ga ik altijd in de zomer op vakantie. Oké, goed. Nou, dat is al niet de moment, maar het is zo ver weg. Het zijn allemaal rekenmodellen. We weten het niet zeker. En deze economen zeggen op korte termijn, valt het nog maar te bezien, de werkloosheid gaat waarschijnlijk omhoog. Luister nou eens. Het Centraal Planbureau heeft op korte termijn niet doorgerekend wat de werkgelegenheidseffecten zijn. Nee, dat weet u dus ook niet. Maar wat ik wel weet is, als je de combinatie doet, zowel op langere termijn als kortere termijn, van aan de ene kant die staatsschuld onder controle brengen. Ja. En tegelijkertijd belastingverlaging, et cetera, wat ik net zeg. Ja. Dan krijg je in die combinatie dat die staatsschuld dus laag blijft. Dat die weer terug gaat naar het niveau, gewoon terug naar nul gaat. Ja. En vervolgens ook kunnen we gaan aflossen bij ons. Maar dat je ook daarmee die economie meteen vanaf dag 1 een boost gaat geven. 7 miljard lastenverlichting. Ja. Hè, dat wordt uiteindelijk, u liet dat u het staartje hier liggen, hier. Dat betekent voor huishoudens zo'n 5 miljard effect. Ja. Dat heeft het gevolg dat je onmiddellijk een enorme extra impuls maar in de economie staat steekt. Maar hetzelfde stuk, ja, ik wil niet vervelend doen, maar er staat ook dat de koopkracht eraan gaat. Althans, bij u minder wordt. Nee, bij ons gaat de koopkracht heel licht omlaag. En daar heb ik ook een eerlijke boodschap voor naar Nederland. Ik zeg tegen Nederland, wil je sterker uit deze crisis komen, dan zullen we moeten accepteren met z'n allen dat we er allemaal iets voelen van de maatregelen die we gaan nemen. Ja. Behalve de mensen die het allerzwakst staan. Maar verder zullen we allemaal de gevolgen van die maatregelen ervaren. Maar ik beloof Nederland, als we dat doen, komen we sterker uit die crisis. Goed, en dan komen we sterker uit de crisis. En dan? Waar gaan we naartoe? Waar zijn we over 20 jaar geweldig goed in dit land? U wilt innovatie, zeker, maar u schrapt ook subsidies voor innovatie. U wilt vergroenen, verduurzamen, maar u schrapt ook de subsidies voor verduurzaming. Nou, ik zou zeggen wat wij doen. We hebben nu in Nederland 100 verschillende subsidieregelingen op het gebied van energie. Ja. Wat ik wil, een van de toekomstpunten aan de horizon die ik zet, is dat Nederland voorop loopt in de wereld waar het gaat om de energiezekerheid. Ik wil dat Nederland een combinatie krijgt van aan de ene kant massieve inzet op alternatieve energie, zolang het maar niet de windmolens zijn. Waarom niet? Maar wel, even het afmaken, maar wel zonnecollectoren en alle andere zaken. Ja. In combinatie met kernenergie. Waarom geen windmolens? Ja. Als die dingen stilstaan, dan heb ik nog steeds allerlei conventionele centrales nodig. Ja. Het blijkt dat ze
nauwelijks genoeg opleveren, dat ze aan onderhoud al meer kosten. De Duitse economie draait er half op, de Zweedse economie draait er half op. De economie draait erop omdat die overheden massaal hebben geïnvesteerd. De laatste miljardairs die in Duitsland erbij zijn gekomen zijn ondernemers in de windmolenindustrie. Ja. Dat is al met overheidsgeld gebeurd. Ik gun iedereen zijn miljarden, maar niet op kosten van de belastingbetaler. Dus geen windmolens, wel beestjes om benzine van te maken, hè? Algen en zo, dat soort dingen. Osmose, aardwarmte, getijdenenergie, zonne-energie, maar ook daarnaast een paar kerncentrales erbij. Want ik zou willen dat wij stoppen met blijven investeren in nieuwe kolencentrales. Een paar kerncentrales erbij of één? Minimaal één. Want er wordt hoeveel er nu, meer? Nou, één minimaal, want er wordt er nu één gepland in Borselen. Die kan ongeveer, als het allemaal uitkomt, 15-20% van de Nederlandse lichten, de energiebehoeften, van de studiolampen leveren. Ja. Waarschijnlijk is dat voorlopig genoeg. Als het nodig is, moet er nog één bijkomen. Maar minimaal één kerncentrale. Maximaal? Nou ja, maximaal. Ik heb daar geen maximum aan. Alleen ik zou zeggen, ik denk dat we voorlopig met één toe kunnen. En dan kun je dus een combinatie zoeken van kernenergie, wat niet ideaal is, maar in ieder geval geen CO2-uitstoot geeft en een moderne technologie is, in combinatie met die alternatieve energie. Wat we daarnaast doen is een 500 miljoen steken in het verder ontwikkelen van alternatieve energie. En dat is wat ik wil zeggen. Een van mijn punten aan de horizon, Groningen. Ja. Top als het gaat met Energy Valley op het terrein van energievoorziening in de toekomst. Ja. Wij moeten daar als Nederland een heel sterk punt van maken. Maar u snijdt ook in de subsidies daarvoor. Jazeker. En dat soort innovatie draait natuurlijk voor een deel op. Als de banken geen krediet meer verlenen, wat nu het geval is, dan zijn die subsidies meer dan welkom. En als u dan zegt, jongens, ga vooral in de algen, maar van mij krijg je geen geld. Nee, wat ik wil doen is die subsidies die onzin zijn schappen. We hebben dus 100 verschillende subsidieregelingen. Er is in Nederland een industrietak ontstaan van 500 bedrijven gespecialiseerd in subsidieadvies. Omdat niemand meer door de boom het bos kan zien. Ja. Dus dat wil ik versimpelen. Ik wil dat iedereen gewoon meteen zelf begrijpt. Drie subsidiestromen. 100 miljoen euro minder innovatiesubsidies. Ja, per saldo gaat er dus af. Maar daarnaast steken wij 500 miljoen extra in die alternatieve energie. Ja. Maar dat is één punt aan de horizon die ik neerzet. Ja. En tweede is dat ik, en dat is meer op metaniveau, ik wil dat Nederland een land is, over een aantal jaren weer, waar talent niet van wegtrekt. Nu gaat 10% van de jonge hoogopgeleide trekt Nederland uit Nederland weg. Ja. En komt in de meeste gevallen niet meer terug. Ja. Ik wil dat Nederland een land is waar talent naartoe komt. Ja. Dat wij een voorbeeld zijn in de wereld van een land wat erin geslaagd is. Ja, dat, op alle mogelijke manieren natuurlijk hier ondernemend zijn. Maar waar gaan wij ons geld? Bijvoorbeeld, VNO-NCW heeft dat stuk geschreven, Optimistisch heet het, zeker. Ja? Een mooi stuk. Over duurzame groei en werkgelegenheid. Bij hebben ze bijvoorbeeld iets van 10 sectoren waar het om draait. De biobased economy zit hier bijvoorbeeld in. Dat zijn die beestjes die algen moeten. Ja, maar ook bijvoorbeeld het hele stuk waar Nederland uniek in is, wat heel weinig mensen weten. Als je in China bent en je praat over Nederland, dan praten de Chinezen over Wageningen. Ja. Onze landbouwuniversiteit. We kennen hem nauwelijks in Nederland, Wageningen. Wij kijken hier met een stijve nek naar Harvard. Ja. China kijkt naar Wageningen. Ja. Nederland heeft een omzet van 50 miljard in de agrarische industrie. Dat is een zeer innoverende, moderne industrietak. Onze hele export drijft erop. Maar ik zou willen dat die industrietak, en dan moeten we dus ook af van die vreselijke regels van Balkenende 3 en 4, waarin het eigenlijk onmogelijk is geworden om in die industrietak nog te investeren, dankzij die vreselijke Europese wetgeving. Ja. Die moeten we dus versimpelen. Ja. Ook een punt aan de horizon, dat Nederland als het gaat om zijn toekomst uit die agrarische industrie heel veel kan halen. Dus een voorbeeld, naast het fantastische wat er Dan moet er wel meer geld naar het hoger onderwijs toe. Dat gaat u ook doen. Dat gaat ongeveer een miljard naartoe uit uw begroting. Maar de TU Delft zei vorige week al, er is minstens 3 miljard nodig. Want wij teren op onze ervaring en op onze statuur uit het verleden. Het is de vorige generatie die nog net zorgt dat we in de top 10 van kennislanden staan. En al lang niet meer top 5. Ja, wat ik dus ook en dat wil, duurt 20 jaar. Het is zeker zo. Nou ja, het is te lang. En wat ik dus wil is inderdaad dat miljard. Maar daarnaast wil ik ook dat die universiteiten veel meer gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Wij trekken 100 miljoen uit om een hefboom op gang te brengen. Ja. Waardoor de ontwikkelingen op de universiteiten die al bijna klaar zijn voor de markt ook versneld naar die markt gebracht kunnen worden. Ja. Bedrijven investeren er dan nog niet in omdat ze nog net niet commercieel uit te nutten zijn. Ja. Met die 100 miljoen kun je met die hefboom dat snel voor elkaar krijgen. Ja. Dat is allemaal nodig om in dit land, want daar gaat het mee, om het optimisme terug te krijgen. Maar het gevoel dat wij hier in Nederland, en het is echt zo, meneer Kokkelman, ik heb dat van alle kanten bekeken. Wij leven in een van de mooiste landen van de wereld. Er kan hier verschrikkelijk veel. We liggen op een fantastische plek met onze grote havens, onze luchthaven. Ja. We hebben alles in huis. Ja. Ontzettend goed opgeleide bevolking. Ja. Op een of andere manier komt het er op dit moment onvoldoende uit. Tot slot, bent u nog groen rechts eigenlijk? Ik denk dat we het er net over hadden. Zeker. Ja? Alles waar we net over spreken. Over Energy Valley. Over onze afhankelijkheid van Poetin.
en van het Midden-Oosten minder op het gebied van de energievoorziening. Dat is maar tegelijkertijd laat u alles onder 30 km per uur rijden op de snelweg. De maximumsnelheid moet omhoog. U schaft de verpakkingsbelasting af, dat is ook een milieumaatregel. Ja, die verpakkingsbelasting is echt een grap gewoon. Hè? U weet toch dat die inmiddels voor een potje appelmoes het dekseltje in een apart tarief zit van het potje, van het etiketje. Dit is toch een verschrikkelijke bureaucratie wat niets met het milieu te maken heeft. Nou, het was toch echt als milieumaatregel bedoeld. Ja, maar hij werkt niet. U wilt van de vliegtax af, u zet het mes in die subsidies voor groene innovatie, we hadden het net over. Ik bedoel, dat het rechts is, snap ik, maar wat is er nou groen aan? Wat er groen aan is, is dat wij dus een omgeving creëren waarin bedrijven en universiteiten die samen willen werken aan innovatie daar alle ruimte voor krijgen. Daar steken we ook veel geld in. Ja. Die hefboom die ik net noemde, waardoor innovatieve technologieën van universiteiten naar bedrijfsleven kunnen worden getild. We hebben in Nederland zoveel ondernemerschap. Ja. Wat staat te popelen? Ja. Als we de regels nou eens ietsjes verruimen. Maar ja, door de maatregelen halen we niet eens de Europese doelstellingen voor de CO2-reductie. En dat is omdat het Planbureau voor de Leefomgeving niet wil doorrekenen wat de effecten zijn als je geen kolencentrales bouwt, maar wel kerncentrales in combinatie met alternatieve energie. Dus het ligt weer aan het rekenmodel. Nee, wat hier gebeurt is klassiek wat ook GroenLinks doet. Als je nou maar heel veel geld steekt in subsidie, dan gaat vanzelf de CO2-uitstoot omlaag. Dat is natuurlijk onzin. GroenLinks gaat met 13 miljard de belastingen verzwaren om te vergroenen. Dat is natuurlijk funest voor de economie. Op die manier krijg je geen vergroening. Laatste vraag. Zit u nou wel of niet in dat torentje straks na 9 juni als u de verkiezingen wint? Het zou fantastisch zijn als de kiezer dat mogelijk maakt. En dan zou ik dat natuurlijk verschrikkelijk graag doen, want ik zie de kansen voor dit land. Ja. Mijn hele carrière tot nu toe heeft mij voorbereid op zo'n moment. Dus ik zou het fantastisch vinden als dit kans er komt. En dan ben ik daar zeer voor gemotiveerd. En dus ook met een minderheidsregering, ook met een wat minder stabiel kabinet, als u er maar vertrouwen in heeft. Alleen in het geval, in het landsbelang, voor de stabiliteit van dat kabinet, de partijleiders in de Kamer moeten blijven, doe ik het niet. Ja. Maar dat is een hele kleine kans. Dus de kans is zeer groot als de VVD de grootste wordt. En dat is ook echt mijn ambitie. En nogmaals, ik hoop dat de kiezer het mogelijk maakt om orde op zaken te stellen en het land weer perspectief te geven. Meneer Rutte, ik dank u wel voor uw komst. Dank u. En 9 juni, dames en heren, zijn de verkiezingen. Voor die tijd zit hier volgende week zondag nog de huidige man in het torentje, de minister-president Jan-Peter Balkenende, lijsttrekker namens het CDA. Tot dan, ik wens u een goedenavond.